Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met de boodschappen voor de nieuwe maan in Boogschutter en dit op 13 december. Ik heb dus drie boodschappen gekregen en ik heb de boodschappen getrokken uit dit deck. Manifesteren met de maan van Jasmine Boland. En ik heb dus drie boodschappen gekregen. En deze boodschappen zijn dus ja, aanwijzingen naar wat je mag gaan doen of waar je mag op letten. Dus rond de nieuwe maan in Boogschutter. Dus de eerste boodschap die ik trok is deze kaart. Dus de volle maan in weegschaal vindt een evenwicht. Dus het sterrenbeeld weegschaal. Iemand die dus onder het sterrenbeeld weegschaal is geboren. Die zoekt dus heel vaak naar evenwicht. Die zorgt ervoor dat er harmonie is in zijn leven. En die haalt ook soms conflicten uit de weg. Soms cijfert hij ook zichzelf weg. Dus om eigenlijk de harmonie te behouden. En om het evenwicht te vinden in de relaties tussen mensen. De boodschap van deze kaart is dus ook dat je dus echt wel mag gaan zoeken om evenwicht in je leven te brengen. En dat kan op verschillende vlakken zijn. Weegschaal gaat dus ook vooral over relaties. Die staat in verbinding met het zevende huis. En het zevende huis, die staat dus voor relaties met de ander. Dus ik heb sterk het gevoel dat je dus mag evenwicht brengen en harmonie. In de relaties met andere mensen. Hier kunnen er twee zaken zijn die in onbalans zijn. Dus het kan zijn dat je misschien te veel kijkt naar je eigen behoeften en niet naar de behoeften van andere mensen. Of te weinig naar de behoeften van andere mensen. Of juist omgekeerd. Dat je dus te veel gaat kijken naar de behoeften van andere mensen en je eigen behoeften vergeet. Dus het is belangrijk dat je daar een evenwicht in gaat brengen. Het gaat ook over geven en nemen. Misschien geef jij te veel en heb je moeite met ontvangen. Of misschien ontvang jij liever en heb je moeite met geven. Dus daar mag echt wel een balans in komen. Het is goed om te kijken naar wat je zelf nodig hebt. Maar dat je ook gaat kijken naar wat de ander nodig hebt. En dat je hier dus een evenwicht in gaat vinden. Het kan ook zijn dat je een evenwicht mag brengen in je privéleven en je vrije tijd. Het kan zijn dat je heel veel aan het werk bent, dat je voortdurend bezig bent en dat je niet echt tijd neemt voor ontspanning, wat dus echt wel belangrijk is. Dus misschien mag je dus wat meer vrije tijd nemen, zodat je dus ook nog tijd hebt voor de dingen die jij leuk vindt en dat je ook tijd hebt om te rusten. Of het kan ook omgekeerd zijn, misschien neem jij te veel tijd voor ontspanning en vergeet je dan ook je doelen en vergeet je ook om actie te nemen. Dus wat het ook is, breng evenwicht in je leven op het gebied van relaties, op werkvlak, op andere gebieden. Jij zal zelf wel het beste voelen wat het beste met je resoneert en wat het beste bij je past. Dus kijk eens wat er in jouw leven niet in balans is eigenlijk. En werk daaraan om het om in balans te brengen. Om een evenwicht te brengen op dat gebied in je leven. Dan de tweede kaart die ik trok is deze. Het laatste kwartier in Schorpioen. Dus maak zichtbaar wat gezien moet worden. En wij als mensen hebben vaak de neiging om negatieve zaken of de zaken die wij niet graag aankijken aan de kant te schuiven, te negeren en in een hoekje te duwen, zodat we het niet moeten aankijken. Dat is vaak zo met onze schaduwkanten. Schaduwkanten zijn dus de eigenschappen aan onszelf die we niet zo leuk vinden, zoals bijvoorbeeld boosheid, verdriet, angst. Maar dat zijn ook naast de schaduwkanten ook trauma's. Dus er zijn ook nog misschien dingen die regelmatig opspelen, oude wonden, oude gekwetstheden, trauma's uit het verleden. Dus het wordt echt wel tijd dat je dat niet meer in een hoekje gaat duwen. Want je merkt waarschijnlijk vast zelf wel dat als je
als deze emoties of deze gedachten of bepaalde zaken mee naar boven komen en je duwt het aan de kant, ja, dat het daar niet in dat hoekje blijft zitten, maar dat je dan een bepaalde tijd, dus via een trigger of iets anders, dus iets triggert je en dan, ja, dan komt het weer naar boven. Dus dat vraagt echt wel om geheeld te worden. Want ja, deze oude wonden, trauma's, je schaduwkanten, die houden je echt tegen. Dus het is tijd om dat eventjes in de ogen te gaan kijken. Jezelf, de schaduwkanten die je hebt, deze te accepteren en er ook misschien aan de slag mee gaan om aan te werken. Ook trauma's helen, oude wonden helen, vergeving schenken. Ja, het is een hele opdracht. Het is soms heel veel werk, want ja, wij als mensen hebben allemaal trauma's. Je denkt misschien, ik heb een leuke en een goede jeugd gehad. Maar altijd zit er daar wel nog iets, een bepaald iets, die jij niet hebt geheeld. Ik ga een simpel voorbeeld geven dat jij bijvoorbeeld als kind gevallen was en je had ergens pijn. Maar je moeder of je vader, het was niet kwaad bedoeld, maar misschien waren ze juist druk bezig of misschien waren ze aan de telefoon, waardoor ze niet echt onmiddellijk konden reageren. Of ze waren druk aan het werk, waardoor ze dus ja, niet onmiddellijk naar jou konden kijken. Dat kan al een trauma zijn. Ook bijvoorbeeld negatieve gedachten van je moeder toen jij in de baarmoeder nog zat. Dat kan jij ook hebben overgenomen en dat kunnen ook trauma's zijn. Dus zo simpel ontstaan trauma's eigenlijk, maar ze zijn soms moeilijk om weg te krijgen. Dus iedereen heeft te maken met trauma, hoe klein ze ook zijn. Dus het is van belang dat je hiermee aan de slag gaat. En ik weet het, het kan heel lang duren eer dat deze trauma's opgelost zijn en geheeld worden. Maar raak je er zelf niet aan uit, dan kan je ook professionele hulp inschakelen. Ikzelf ben nu bezig met het schrijven van een boek over de reis naar zelfheling. Dat zal de titel worden. En daarin bespreek ik dus hoe je kunt werken met de chakras. Hoe je dus je energieveld kunt reinigen en beschermen. En ook ga ik het hebben over trauma's. Dus het is nog niet voor onmiddellijk, maar misschien kan het je later ook wat helpen. Maar ik vind het zo'n boeiend onderwerp en heel belangrijk, ja, dat we eigenlijk echt onszelf gaan helen. Ik heb ook zelf een tijdje geleden de videocursus opgenomen, een mini-cursus, dus over zelfheling. Maar in het boek ga ik nog wat uitgebreiden, want ondertussen heb ik weer al wat meer geleerd en kan ik ook wat meer vertellen. Maar ik vind het zo belangrijk dat we met onszelf aan de slag gaan. En als we het zelf niet kunnen, dan is het goed om iemand te zoeken die je kan begeleiden. Er zijn zoveel therapeuten of begeleiders die je hierin kunnen helpen. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag en duw niet langer al deze zaken en negatieve gedachten en trauma's en wonden, duw ze niet langer in dat hoekje, maar ga er echt mee aan de slag. Dat is echt heel belangrijk. Dan de derde boodschap die ik kreeg is vooral een geruststellende boodschap. Dus wees trots op jezelf. Je doet heel goed je best. Denk niet dat je niet vooruit gaat. Wanneer je denkt, ik zit vast of ik ga niet vooruit, dan is dat echt wel een illusie. Elke dag leer je bij, elke dag zet je nieuwe stappen. En kijk eens naar hoe jij was enkele jaren geleden en hoe jij nu was en vergelijk dat eens. En ja, kijk eens naar wat je allemaal hebt bereikt en hoeveel je gegroeid bent. Dan mag je zeker trots zijn op jezelf. Echt een hele mooie kaart. Ik vind het ook wel hele mooie boodschappen, specifieke boodschappen ook.
Dus om evenwicht in je leven te brengen, dan ook aan jezelf te gaan werken, zodat je vooruit kan, want dat is zo belangrijk. En dan ja, wees ook trots op jezelf. En wees zeker niet te hard op jezelf of kritisch op jezelf. Dat hoeft helemaal niet. Je doet het zo goed. En ja, het is je engelen, je lichtteam, ja, de bron, je krachttieren, iedereen die bij je is en je begeleidt, ook je voorouders, je geliefden in de hemel, die zijn allemaal heel trots op jou. Dus ja, wees ook trots op jezelf. Dat is eigenlijk ook de boodschap die ik mag doorgeven. Zo, dit waren dus de boodschappen voor de nieuwe maan in Boogschutter op 13 december. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!